Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een drietal gasten. We praten met Evert van IJzendoorn, hij is de fractievoorzitter van Sociaal Tiel, Martin Koning van de ChristenUnie en met Pieter van den Burg. En Pieter van den Burg is natuurlijk de fractievoorzitter van de PVDB. Pieter, van harte welkom in het Koetshuis. We beginnen met de verkiezingen, want ook daarmee was jij actief, hè? Ja, in de provincie. We hebben voor het eerst meegedaan met een serie lokale partijen, daar ook Sociaal Tiel, Hieruit Tiel en maar ook Pro Tiel. Dat is pijnlijk verlopen. Nou, niet pijnlijk. Nou, gedoe weer binnen die club zelf. Hè? Dat is een Gelre Malsje gebeurd. Ja, oké, maar het is één club. Nou, dat is pijnlijk. Ja, dat hadden we niet gehoopt dat dat zou zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben er een heel positief gevoel voor de rest aan overgehouden. Niet gered, hè? Nee, jammer genoeg niet. En dat is eigenlijk een beetje aan onszelf te wijten. Dat heeft met twee oorzaken te maken. A, te vroeg of te laat opgestart. Je kent elkaar nog te weinig, waardoor er ook een stukje vertrouwen nog zich moet ontwikkelen. Tweede is dat we heel veel weerstand toch moesten overbruggen van de conventionele partijen die hier in de provincie toch zijn. En de lokale toch het liefst buiten de deur willen houden. Maar goed, kwaliteit binnen de club was hier wel aanwezig, achteraf gezien. Wij hadden twee, en nu nog steeds, twee goede kandidaten. Hele goede kandidaten. De wethouder uit Gelre Malsje en de wethouder uit Buren. Sander van Alphen is de laatste. En Van Wijngaarden uit Gelre Malsje. En die waren eigenlijk ook de kandidaten voor de provincie. Die meneer uit Gelre Malsje, met name daar zaten toch ook troubles? Kun je dat nog eens even duiden? Nou, waar ging het mis? Die zijn samengegaan met een andere lokale Gelre Malsje partij. En daar is één man die is eruit gestapt net voor de verkiezingen. Omdat hij het niet eens was met het beleid van de heer Van Wijngaarden. En dat is mooi omschreven, maar waar ging het precies om? Over leerlingenvervoer. Maar ja, waar het ook over gaat, op een gegeven moment als je als lokale wil samenwerken, dan zul je ook over je eigen schaduw heen moeten stappen. Wij hebben ook met Sociaal Tiel zijn we het niet altijd eens, we zijn met Pro Tiel niet altijd eens. Maar dat wil niet zeggen dat je dus provinciaal niet met elkaar kunt optrekken. Nee, en daar binnen de club zaten vanuit Tiel verschillende politieke partijen. Ja. In de raad is dat nog ver te zoeken, hè, de gemeenteraad, de samenwerking. Daar is op bepaalde dossiers, daar zou dat beter kunnen, de oppositie. Daar ben ik met u eens, ja. Hoe gaat u dat beter structureren? Dat zal de tijd leren, want we hebben nog 3 jaar te gaan. En daar zitten heel veel jonge, nieuwe mensen in, ook in die partijen, die ook nog moeten weten van hoe ga je daarmee om? Wat is het nu eigenlijk om oppositie te voeren? En daar is iedereen nog niet dat alle neuzen daar dezelfde kant op staan. De PVDB maakt zich nogal boos. Hè? Er wordt geld vrijgemaakt om het stadhuis te verbouwen, om daar een soort werkcampus van te maken. Ja, klopt. Dat is voor de verkiezingen is dat een beetje door de raad heen gedrukt. Dat vonden we jammer, omdat er namelijk geen nieuwe dossiers meer waarin heel veel geld gegenereerd zou moeten worden door de raad zou komen. Dat heeft de wethouder wel gedaan. En dat vonden we niet. Welke wethouder was dat? De meneer van D66, de heer Verspuy. Maar eigenlijk doet dat het hele college, hè, want het is dus toch een soort... Het is zijn portefeuille. Het is zijn portefeuille en wij vonden dat gewoon eigenlijk niet kunnen. Omdat de dossiers, die zouden eigenlijk voor het nieuwe college, daarop volgend, zouden die bewaard blijven. Want dan zou je dus dan de keuzes kunnen maken. De raad die heeft daarover gedebatteerd. Er waren toen ook hele vreemde situaties waarin berekeningen van panden die verkocht zouden zijn en daar al met renteopbrengsten werd gewerkt, terwijl de panden nog niet eens te koop stonden. En dat is nu weer, want het gaat zelfs nu 1,5 miljoen of 1,8 miljoen meer kosten. Wat kost het hele project? Ik dacht iets van 5,3 miljoen. Dat is toch pittig, hè? Dat zijn toch wel flinke bedragen. Dat is pittig en naar onze mening blijft het daar niet bij, want wij hebben ook gecalculeerd. Daar zit dus bijvoorbeeld ook de ICT niet in, daar zitten ook de zonnepanelen nog niet in. En ik vind het dus heel vreemd dat men dus zegt van nou, het gaat 4,5 miljoen kosten of 5,3, maar bezuinigen er wel 2 ton mee. Nou, dat kan er bij mij en ook, ik denk bij heel veel burgers niet in. Nou goed, er is een discussie geweest in de raad. Hè? Er komt een werkplaats, heet het? Of werkplaats? Nou ja, er zijn 2 instanties die wij dus heel regionaal hier willen houden. Dus UWV en de... Dus dat is goed voor Tiel. Dat is goed voor Tiel, ook voor en dat de werken. Brengt ook zijn huurpenningen op. En dan in een periode van 20 jaar, dat is de gedachte.
dan levert het zelfs geld op. Ja, dat zeggen ze. Maar u hebt zelf het debat in de Raad kunnen volgen. En dan zie je ook gewoon dat die zekerheid van die 20 jaar niet gegarandeerd is. Nee. En, Bart van Gulp van de VVD, die stelde een heel serieus een terechte vraag ook. Ja. Ja. Maar hij zei ook erbij van ja, kun je dat wel zo voor zo'n lange periode wel aftikken? Moet je dan dat risico niet of wel nemen? Ja. De VVD is uiteindelijk meegegaan. Die zitten in een andere positie omdat ze in de coalitie zitten. Die zullen toch die afspraak moeten maken met D66, dat is begrijpelijk. Alleen wij zijn tegen. En wij zijn ook tegen om mede het feit dat wij eigenlijk een quickscan wilden hebben van wat staat er voor kantoorpanden hier in Tiel leeg. Als ik dan om me heen kijk, dan is er een overschot aan kantoorpanden die er gewoon staan. Op industrieterreinen, maar ook in kantorenomgeving. Kellen staat daar voor 80% leeg. Dan denk ik van waarom moet hier de boel voor miljoenen opgetuigd worden. Terwijl daar ook de infrastructuur van computers, netwerken erin zit. Dan denk ik dat we een gemiste kans hebben dat we dan de andere helft leeg laten staan. Tweede punt is dat wij ook de quickscan over de West-Luiderse poort wilden hebben. Daar zijn wij in dat tijd mee akkoord gegaan. Omdat het multifunctioneel gebruikt zou kunnen worden op het moment als er een krimp zou zijn met de muziekschool en met de bibliotheek. Er is een krimp. Hoe het gaat verlopen met de bibliotheek en met de muziekschool is aan de raad. Is aan de raad en daar wilden wij een quickscan om daar verder over te discussiëren. En wat bedoel mee te zeggen, als het daar slecht mee zou gaan, financieel, kan de raad bijspringen. Dat kan eraan, maar dat kost ook allemaal geld. Tuurlijk. Ja, en tuurlijk. Dus wij zijn ervoor om dat financieel te onderzoeken. Of het misschien een kant zou kunnen zijn. Is dat niet een beetje aan de late kant? Want het pand komt er al. Nou, het pand komt erom. Maar, en de West-Luiderpoort hebben we het over. Ja, de West-Luiderpoort. Alleen, wij hebben gezegd van, omdat daar toch krimp is, lijkt het ons nuttig om daar een onderzoek naar te doen. Maar dat gaat niet gebeuren. En nee, wij vinden het al heel jammer dat het onderzoek er niet komt, want dan weet je ook op een gegeven moment de gegevens niet. Dus over die gegevens kun je ook niet verder discussiëren. Ik probeer één en één even bij elkaar te plaatsen. Dat het gemeentehuis verbouwd wordt, hè, dat er meer mensen kunnen werken op een manier zoals dat nu gaat, prima. Kost een groot, dat is dus een hoog bedrag, ja. 5, nog wat miljoen zei je. Als je dat in de markt, naar een alternatief zou zoeken in de markt, kan dat goedkoper. Waarom wordt dat dan niet gedaan? Heeft dat te maken met, zeg maar, dat je op de langere termijn toch geld zou kunnen verdienen, maar dat je wel als gemeente risico neemt? Ik zou het niet weten. Of is het prestige? Zou ook onze idee is dat het prestige is. Wij zijn best ervan overtuigd dat er een gedeelte van het stadhuis verbouwd moet worden, omdat daar de werkplekken van een aantal ambtenaren, dat is echt schrijnend. En dat is ook al niet meer van deze tijd. Niet meer van deze tijd. Daar zijn we, maar het proces zoals het nu gebeurt en de geldbedragen die er nu tegenover staan, ook met de regionale samenwerking, ja, vinden wij, dat botst ons enorm tegen de borst. Ja, ja. Oké. Tot zover. PVDB heeft in ieder geval gesignaleerd van jongens, let op. Ja, en ik ben bang dat wij over 5 jaar, dat er toch een soort waarheid in ons verhaal komt te zitten, dat we toch naar de West-Luiderse poort met een aantal diensten of moeten gaan uitwijken. En dan denk ik dat het een te laat gaat worden. Ja. De PVDB heeft een issue gemaakt over de wachtgelden. Ja. En wachtgelden, dat gaat dan over geld wat ambtenaren, in dit geval collegeleden, krijgen terwijl ze gestopt zijn met hun werk. Ja. Om verschillende redenen. Ja. Waarom hebben jullie daar zo'n punt van gemaakt? Laat ik het in eerste instantie zeggen, wij zijn niet tegen wachtgeld. Het politieke vak is... Wachtgeld een soort van WW op het moment, ja, dat iemand... En op het moment als een wethouder iemand bijvoorbeeld moet stoppen of ja. En op het moment als iemand door een raad wordt afgerekend of politiek zijn houdbaarheidsdatum is overschreden, vinden we ook dat er wachtgeld moet zijn. Ja. Het is een gevaarlijk vak. Je kunt ook je niet zomaar... Je wordt afgeschoten en je bent klaar. Ja, maar desalniettemin... Door wethouder ben je per dag? Daar ben je per dag, dag en nacht eigenlijk. Hè? Want je kunt ook nog eens een keer door je brandweer het bed uitgebeld worden. Maar wij vinden dat toch tegen het licht gehouden moet worden dat er een aantal zaken zijn waarin de regeling zoals die nu is, dat die op een gegeven moment dermate uitgerekt wordt waar wij het niet mee eens zijn. En dan bedoel ik, als je geen zin meer hebt, dan kunnen mensen in het land ook niet zeggen van ik heb geen zin om morgen
te gaan werken. Dus ik ga maar, ik houd er maar mee op, want ik krijg toch wat geld. Ja, dat kan wel, maar dan krijg je geen geld meer. Nee, krijg je geen geld meer. Ik vind het dus vreemd dat onze burgemeester in de tijd hier is opgestapt en heeft gezegd, joh, ik heb geen zin meer. Ik ga wat anders doen. Nou ja, dat is hem niet direct gelukt. Maar het kost tonnen aan geld dat die man dan van dat wachtgeld. Dan had hij, vind ik, ook ethisch van dat wachtgeld af moeten zien. En daar hebben wij toen ook in de tijd in de raad hebben wij daarop aangedrongen. Wij waren de enige partij en men vond, de andere partijen vonden ons niet kiezen om dat te zeggen. Maar wij vinden dat ten opzichte van de burgers dat dat moreel verantwoord is om dat te zeggen. De tweede is ook dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment een wethouder hier is geweest. En die is ook weggegaan en die heeft ook geprobeerd te solliciteren. En die is nu ergens burgemeester, maar u kunt het aan de papieren zien en aan de geldbedragen. En onze vermoedens zijn daar ook juist gebleken dat wij dus de helft van die burgemeester aan zijn salaris sponsoren hier vanuit Tiel. Want die man die krijgt nog steeds wachtgeld wat bij zijn salaris van burgemeester wordt gelegd. Goed. En dat vinden we eigenlijk moreel in deze tijd, vinden we dat niet meer van deze tijd. Als we het even omdraaien, de regels zijn zo, hè? Die regels hebben we niet in de gemeente Tiel zelf gemaakt. De regel die is in feite zo gemaakt. En is aangepast, Die is aangepast in de tijd dat de heer Vreeman in Tilburg burgemeester was. Mm-hmm. In de tijd moest de burgemeester nog toestemming vragen aan de raad om dan een uitkering te krijgen. En toen is het landelijk aangepast en nu zie je dat mensen dat oprekken. De heer De Vreese is hier de eerste burgemeester in Nederland geweest die dus in zijn eigen gedachten die regeling heeft opgereikt. En wij hebben daar iets van gezegd. Men vond het van ons niet kies. Wij vonden het van de burgemeester niet kies dat hij op deze manier weg is gegaan. Nog even terugkomend op die regelingen. Je kunt dat stellen, hè, als het gaat over die burgemeester en die ex-wethouder. Maar de regels waren wel zo. Jawel, maar dus ze hebben daar gewoon gebruik van gemaakt. Die hebben daar gebruik van gemaakt, ja. En dan gaat het over moreel en immoreel. Ja. Ja. We zijn nu zo'n beetje een jaar onderweg, hè, na de verkiezingen. PVDB heeft zijn positie zo'n beetje gevonden als oppositiepartij. Goed, met andere partijen moet dat nog een beetje afgestemd worden. Hoe gaat het? Ik vind dat het iets beter gaat, maar ik vind dat het niet goed gaat. En waarom gaat het niet goed? Omdat er te veel geheime dossiers zijn die het college de raad oplegt. Waardoor de raad en ook de oppositie te weinig ruimte krijgt om het spel van de oppositie te spelen. Geheime dossiers? Geheime dossiers. Leg uit. Leg uit. Een geheim dossier is een geheim dossier. Nou goed, maar dan moeten er dingen zijn waar jij achter bent gekomen. Daardoor is het geheim. Maar ik zou daar in de openbaarheid toch met het college van gedachten over willen wisselen. Vertel er eens een. Nou, ik kan dat niet vertellen, want dan ben ik strafbaar. En dat is het grote probleem. Dus ik word belemmerd in mijn functie als toezichthouder van de raad, in de zin van mijn raadslidschap. Ik zou daar met het college, met een aantal dossiers waar geheimhouding opgelegd is door het college, zou ik daarin, en dat zijn dingen die in het verleden hebben gespeeld, daar zou ik gewoon in het openbare discussie over willen voeren. De raad beslist toch? De raad, als de raad zegt, wij willen daar een openbare over spreken. Maar het college heeft de meerderheid. Dus als de meerderheid zegt het gebeurt, dan gebeurt het. En dan ben je monddood. Ja, ook dat is democratie. En dat is democratie, maar dat vind ik eigenlijk toch dramatisch hier in Tiel. Dat er op deze manier hier je mond dood gemaakt wordt. Is dat niet van alle tijden? Dat is niet van alle tijden, vind ik, nee. En ik denk dat een goed college is er ook, die vaart wel bij een hele goede oppositie. Want dan blijven ze scherp, dan moeten ze er eigenlijk steeds weer afvragen, doe ik het wel goed? Zijn alle regels die we met elkaar hebben afgesproken, zijn die nog wel van deze tijd? En hoe doet dit college het? Ik vind dat ze te veel in zichzelf zitten gebakken. Ja, en daar te weinig uitkomen. Als je ook ziet wat de regionale regelingen zijn. Ja, dat wordt allemaal buiten ons zicht. Je mag er wel komen. Hè, en je mag er allemaal wel bij gaan zitten wat ze allemaal zitten te vertellen. Maar je hebt in feite als raadslid heb je daarin steeds minder macht. Hoe voel jij je als luizende pels in de Tielse politiek? Ik vind het heerlijk om daar iets over te vertellen en om het te proberen de andere kant, het schip de andere kant op te laten varen. En dat ook dat de burgers eens horen krijgen van waar zijn wij mee bezig, waar worden besluiten genomen en hoe kunnen we die besluiten beter nemen. Pieter, dan gaan we jou daar nog heel veel succes bij wensen, ook in de toekomst en we blijven je kritisch volgen. Dankjewel. De tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis is Martin Koning. Martin Koning, van harte welkom.
Jij bent lid van de ChristenUnie Tiel. Ja. Commissielid? Ja, ik zit in de fractie en zit in de commissie bestuur en de commissie ruimte. In die zin weet jij eigenlijk alles wel zo'n beetje wat er in het politieke Tielse landschap gebeurt op dit moment. Veel, niet ja. Alles. En jij, niet alleen jij, maar de hele ChristenUnie maakt zich druk over de maandagmarkt. Ja. De bedoeling is dat die gaat stoppen. Ja, waarom vindt de ChristenUnie nou dat dat niet moet gaan gebeuren? Dus een aantal jaren geleden is dat in gang gezet. Het is een besluit geweest om een stukje bezuiniging te halen. Mm-hmm. Op zich begrijpelijk dat de gemeente gewoon goed naar de centen moet kijken. Alleen we vinden het gewoon geen goed idee. Het is een verschraling voor Tiel als de maandagmarkt weggaat. Eigenlijk zou er met wat meer inspanning zou die markt verder uitgebouwd kunnen worden. Ja, nou ben ik zelf ook wel op die maandagmarkt geweest, maar die is eigenlijk triest. Nu op dit moment is hij klein, maar dat komt ook omdat... Maar er is ook geen beleving. Het is gewoon niet leuk om op die maandagmarkt te zijn. Nou, het ligt eraan... Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de zaterdagmarkt. Ja, hij is een stuk kleiner. En hij is ook een stuk kleiner dan hij vroeger was. Zoals ik vroeger er naartoe ging, was gewoon een leuke markt. Er stond ook genoeg. En ik denk dat we daar weer naar terug moeten. Dat we ook moeten gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten die op die markt neergezet kunnen worden. Streekproducten, noem maar iets als Tedingsweert. Die staat wel in markten rondom ons heen, maar niet in Tiel zelf. Mm-hmm. Ja, dat zou op zich een leuke aanvulling, ik weet niet of dat kan, maar het zou een leuke aanvulling zijn. Ja, ik denk dan bij mezelf, laat het over aan de markt. En de markt geeft aan dat eigenlijk, ze blijven weg. Dat is dus geen nou, ik ben is, nu bij of twee bijeenkomsten. Nee, absoluut. Toen kwam de bocht. Absoluut niet. Ik ben bij twee bijeenkomsten geweest. Mm-hmm. Van de marktkooplui? Van de marktkooplui. Ja. Met name mensen van de maandagmarkt. De laatste vergadering was met hun vereniging. Ik krijg niet die indruk dat zij willen stoppen. Ik krijg zelfs de indruk dat ze. Ja, maar zijn natuurlijk allemaal heel veel weg. Die heb je natuurlijk niet meer gesproken. Ja, maar dat komt denk ik ook wel een beetje omdat over de maandagmarkt te veel negatief gepraat is. Er is al een hele tijd aangegeven van de maandagmarkt gaat verdwijnen. Ja, op een gegeven moment gaan mensen dan ook verdwijnen. Ja. En gaan mensen ook niet meer komen. Ik denk juist dat je het de andere kant op moet zetten. Daar moet je zeggen van, wij moeten de maandagmarkt een nieuw leven inblazen. Het is goed voor de binnenstad. Het is ook goed voor de aantrekkelijkheid van Tiel zelf. Denk maar als jij zelf naar een plaats op vakantie gaat, waar ga je vaak naartoe? Als eerste, dat is toch naar de markt. Ja, nou ziet het er dan uit dat die markt inderdaad gaat stoppen, hè, als er niks gedaan wordt. Maar de ChristenUnie heeft een idee. Ja, er zijn mogelijkheden, die zijn ook al wel aangegeven. Ook door mevrouw Van Rees zijn die al aangegeven. De wethouder? De wethouder. Dat in een soort van verzelfstandigingsslag, dat de maandagmarkt verder kan. Nou ja, daar moeten we denk ik met z'n allen over gaan praten en over gaan nadenken wat daar de mogelijkheden voor zijn. De vereniging die heeft een goed plan klaar liggen waar de gemeente zo in mee kan gaan. Waardoor de gemeente ontzorgd wordt. Ik denk dat dat ook prettig is. En dat het zichzelf ook gaat bedruipen. Maar nogmaals, het is aan de markt. Wat is eigenlijk die rol van die gemeente dan? Bijvoorbeeld de plaatsen. Dus als de 20 man op een markt komt te staan en ze gooien de auto's en de wagens en weet ik veel wat maar zomaar ergens neer. Ja, dat kan niet. Er zitten bepaalde reguleringen vast. Tuurlijk. Je hebt elektra nodig, moet de gemeente regelen. Ja, faciliterend bezig zijn. Ja, faciliterend. Ja, meer is het ook niet. En spannender is het ook niet. Nee, maar goed, het plan om die markt aan te trekken ligt dus bij de markt kooplui zelf. Ja, en die kunnen dat ook bijzonder goed. Ze hebben daar zelf ook best wel een aantal voorbeelden van. Jullie zeggen dus eigenlijk van, maak die mogelijkheden mogelijk. Wij van de StadsCV blijven dit verhaal ook kritisch volgen over de ChristenUnie. Jolanda Stoetervlaag, fractievoorzitter, ja. Dat doet ze goed. In ja, haar heel rol. Goed. Maar die fractie is natuurlijk groter. Jij bent er één van. Hoe gaat het met de ChristenUnie in Tiel? Ik denk, met de ChristenUnie in Tiel gaat het goed. Ik ben uiteindelijk uit het bestuur gekomen naar de fractie toe. Je bent al jarenlang actief op de achtergrond. Ja, een paar jaar heb ik in het bestuur gezeten. En ik vind het ontzettend leuk. Wat drijft jou nou? Ik vind het gewoon heel leuk om met dingen bezig te zijn voor de stad, voor de omgeving waarin je woont. Er zijn ontzettend veel dingen die ik als hele kleine fractie
heel klein persoontje kan oppakken. Wat toch ja, veel gevolgen heeft voor een heleboel mensen om je heen. Kun je zo'n voorbeeldje noemen? Nou, wat ik heel graag in de komende tijd wil gaan oppakken, dat is het fietsen hier in de buurt. Dus het goed mogelijk maken voor recreatief fietsen. Gelderland aan zich is al een van de provincies waar het meest in gefietst wordt. Dus vooral op toeristisch vlak? Vooral op toeristisch vlak. Daar komen ontzettend veel mensen hier naartoe. En ja, ook daarin moeten wij gewoon kijken wat wij als stad, als regio kunnen gaan doen om dat te bevorderen. Want dat, ook dat brengt geld in het laadje, denk ik, voor de omgeving. Als je nou met iedereen afzonderlijk spreekt die in die raad zit, zijn ze allemaal voor Tiel. Dat is de drijfveer. Ja. Toch zijn er veel verschillen. Hoe kan dat nou? Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met de achtergrond. Ik doe het vanuit de christelijke achtergrond. Dat wij ook zorg hebben voor mensen om ons heen. En nu met alle grote veranderingen in die zorg ook. Dat we heel goed opletten wat er gebeurt. Dat mensen niet tussen wal en schip komen te vallen. Of in vergetelheid raken. Nou is die ChristenUnie maar een eenmansfractie. Ja. Maar merk je dan toch dat dat verschil gemaakt kan worden? Ja, want net als de grote fracties mogen wij gewoon in een commissie of in een raadsvergadering gewoon onze vragen stellen. En dan word je serieus genomen. Ja, ja, dat vind ik een heel positief iets van de gemeente Tiel. Dat eigenlijk alles wat we ook zeggen, roepen, rondmailen, dat we daar ook serieus antwoord op krijgen. Er is nooit iets dat ik het gevoel heb dat we aan de kant worden geschoven of zo. Natuurlijk kunnen we niet overal onze zin in krijgen. Dat is een ander verhaal. Maar we mogen wel en we kunnen wel alles aandragen. Bij de provinciale statenverkiezingen is er ook weer groei geweest voor ja. de ChristenUnie. Ja. Politiek gezien lokaal zit er ook nog groei in. Dat hopen we. Nu dus één zetel, hè? Ja, nu één zetel. We hopen dat we naar de twee of naar de drie door mogen groeien. Maar dat hangt denk ik ook vanaf wat wij zelf doen en wat wij zelf laten zien ja. naar de mensen van de stad toe. En jouw persoonlijke ambitie als het gaat om de Tielse politiek? Voor wat de ChristenUnie betreft, dan hoop ik dat we gewoon langzaam door kunnen groeien. Dus we gewoon een gestage groei kunnen laten zien. En dat we gewoon goed op de mensen letten. Zeker die zorg en hulp nodig hebben. Mm-hmm. Maar goed, voor jou persoonlijk, jij ambieert een positie in de raad? Als die mogelijkheid er zou zijn? Uiteindelijk prima, maar er zitten een aantal mensen die zitten al wat langer in de ChristenUnie. Die hebben een stuk meer ervaring als dat ik heb. Dus ik denk dat het goed is dat die eerst een plekje gaan krijgen voordat ik naar voren schuif. Nou, terug naar die markt, die maandagmarkt. We gaan het volgen en jij komt vertellen hoe het loopt in de toekomst. Zullen we dat afspreken? Heel graag. De volgende gast in deze aflevering van het Koetshuis is Evert van IJzendoorn en hij is de fractievoorzitter van Sociaal Tiel. Evert, van harte welkom in het Koetshuis. Dankjewel. Nu een jaar zo'n beetje onderweg, hè? Ja. Hoe bevalt het? Ja, het is in het begin natuurlijk heel erg wennen geweest. Allemaal nieuwe mensen die bij ons in de fractie zitten. Maar ook een nieuwe partij. En een nieuwe partij. Dus je hebt heel veel te bewijzen natuurlijk. En überhaupt, je hebt je ideeën, maar je moet het ook nog ten uitvoer brengen. Ja, dat is wel de bedoeling tenminste. En hoe doe je dat? Ja, proberen toch de samenwerking ook een beetje te zoeken met andere partijen. Want je zit er natuurlijk, ik zit er alleen in de fractie, in de raadzaal iedere keer. Dus dan moet je toch aansluiting zien te vinden, ook bij andere partijen, waar je zegt van nou, die denken over bepaalde dingen toch hetzelfde als wij. En op die manier kunnen we dat naar buiten brengen. Pieter van den Burg van de PVDB, die ook in die oppositie zit, die zegt dat het links en rechts nog wel eens schort aan samenwerking. Ja, ik denk dat dat ook een stukje onervarenheid van de kant is van de nieuwe mensen die in de raad zitten natuurlijk. En daar kun je dus, dat kan ik dus ook wel bij mezelf neerleggen op dat moment. Dat je misschien op sommige punten wat meer contact moet gaan zoeken met die andere partijen, of op een duidelijkere manier contact moet gaan zoeken. Je probeert vaak natuurlijk je eigen standpunt naar buiten te brengen. Maar het is wel goed om
juist die contacten te vinden met anderen. Het is moeilijk, hè? Want jullie zijn als gewoon compleet nieuwe partij in de Tielse politiek gekomen. Ja. Van wij gaan het even anders doen. Ja, het waren allemaal nieuwe mensen in eerste instantie natuurlijk die elkaar vonden. Nou, hoe loopt dat binnen de fractie? Heeft zich dat dan een beetje uitgekristalliseerd? Ja, dat begint steeds meer te lopen, zeg maar. In het begin moet je heel erg aan elkaar wennen natuurlijk. Nou, dat loopt goed. We hebben een oude rot bij zitten, zoals Jan de Wild bijvoorbeeld. Dus dat is een fijn om die erbij te hebben, zeg maar. Ja, die heeft heel wat ervaring. Ja, dat is een ervaringsdeskundige. En ja, we hebben natuurlijk over de verschillende fracties een aantal mensen zitten, of over de verschillende commissies een aantal mensen zitten. Die pakken dat nu ook steeds beter op, dat merk je ook. En er wordt steeds meer ook met elkaar goed overleg gepleegd. Dus jij bent tevreden over hoe het gaat? Ik ben nu wel tevreden over hoe het gaat, ja. Toch hebben we het afgelopen jaar niet veel gehoord van Sociaal Tiel in de gemeenteraad van Tiel. Ja, dat klopt. Dat had veel meer gekund misschien. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft omdat je toch vrij nieuw bent nog. Je bent nog veel zoekende naar je plek binnen de raad. En je krijgt heel veel dingen op je bord die al liepen vanuit de vorige raadsperiode. Dus daar moet je ook nog je eigen in verdiepen. En dat brengt wel mee dat je niet altijd precies weet hoe je daarop moet reageren. En eigenlijk is dat logisch. Ja, dat lijkt mij een hele logische kwestie. Ja. Maar goed, jullie raken. Maar we zoeken onze weg nu. En ik merk wel steeds meer dat je toch ook serieus genomen wordt. Ook door de andere partijen. Heb je ook het idee dat je er zelf in zit? Ik heb wel het idee dat ik steeds beter in kom. Dus ook voor mij is het natuurlijk heel erg wennen geweest. Maar ik heb wel het idee dat er steeds meer erin komt. Ja, precies. En dat je af en toe zei het idee hebt van mij ga je even niks wijsmaken. Ja, precies. Ja. En je merkt ook dat niet alleen bij mij telt, maar ook voor de hele fractie telt. Binnen de commissie spelen ook heel veel dingen. Ze komen natuurlijk daar vaak ook binnen. En ook zij gaan steeds meer zeggen van hallo, maar zo werkt het niet. Hoe gaat Sociaal Tiel het verschil maken in het komende jaar? Ik denk dat wij nog meer onze stem zullen laten horen binnen de raad. En dat wij duidelijk willen maken waar we precies voor staan. En dat ook steeds meer naar buiten moeten gaan brengen nu. Ja, nog even dat terug. Is voor ons. Sociaal Tiel klinkt mooi. Waar staan jullie voor? Nou, wij staan in ieder geval voor de mensen die het moeilijk hebben hier binnen Tiel. We denken dat er heel veel gebeurt op het gebied van de zorg. Op dat gebied gaan wij ons focussen. En we gaan ook goed in de gaten houden dat het geld niet over de balk gesmeten wordt naar allerlei mooie projecten die heel veel geld kosten, wat de kosten kan gaan van de mensen die het heel veel harder nodig hebben. En precies. Dat gaan we laten zien. En eigenlijk doen jullie dat al, hè? En dat doen we al. Concreet, wat vind jij bijvoorbeeld van de verbouwing van het stadhuis? Nou, de verbouwing van het stadhuis is natuurlijk belachelijk. Duur gaat dat uitvallen. Hè? Ik bedoel, in eerste instantie 3,6 miljoen voor uitgetrokken. En er wordt nu gewoon 50% bovenop gegooid. En er wordt met hele mooie verhalen gezegd dat het geld alweer terugverdiend gaat worden. Maar over de periode waar we over spreken, dat is toch zo'n 20 jaar. Moet je maar afwachten of je al dat geld wat je nu gaat uitgeven ook daadwerkelijk terug gaat krijgen. Er spelen heel veel onduidelijke factoren in mee. Er wordt gesproken over verkopen en verhuren van panden, waarvan je maar af moet wachten of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En ja, binnen 20 jaar kan zoveel veranderen dat het geld gewoon misschien wel helemaal niet meer terugkomt. Die panden die zijn er, hè? Die panden zijn er genoeg. Ja. Oké, zijn er nog meer dingen waarvan jij denkt van ongelooflijk dat dit gebeurt, zeg? Nou ja, we hebben nu ook een beetje te maken met de markt. Ik weet niet, mijn voorganger hier heeft er ook al heel even over gesproken van de ChristenUnie. Ook de markt is iets wat denk ik voor de binnenstad belangrijk is. We zien als je in de binnenstad inloopt. Ook vanuit sociaal oogpunt? Ook vanuit sociaal oogpunt, ja zeker. En de markt is toch ook voor mensen die op een goedkopere manier hun spullen kunnen halen natuurlijk. Dus ook dat is een aspect wat meespeelt. De mensen die het niet zo breed hebben, die zullen ook eerder naar een markt toe lopen natuurlijk. Maar ook voor Tiel denk ik dat het gewoon goed is. Als je nu door Tiel loopt, je ziet steeds meer panden die leeg komen te staan. Als je hier door de Weerstraat heen loopt,
Gisteren liep ik er nog even doorheen met mijn vrouw. En dan zie je hoe verschrikkelijk veel panden daar op dit moment leeg staan. Dat is niet alleen in Tiel, dat is overal. Dat is overal, maar ik vind het wel... Er moet nagedacht worden van hoe gaan we dit in de toekomst aanpakken. Er moet over nagedacht worden hoe je dat weer gaat vullen natuurlijk. En een stad aantrekkelijk maken. In het Bloesemakkoord wordt gesproken over dat Tiel een centrumfunctie heeft. En dat Tiel een bruisende stad moet zijn. En dat bruisende is er een beetje af op dit moment. Ja, en, maar ja, goed. Nou, zou je zeggen misschien van ja, moet daar de markt dan het enige zijn? Nou, dat zal niet het enige zijn. Maar dat zal wel mensen ook van buitenaf naar Tiel toe. Maar een bruisende stad wordt natuurlijk wel gemaakt door de mensen zelf. Hè? In die zin, ja, nou, wat is de invloed van de politiek? Nou, de invloed van de politiek, dat kan ook groot zijn natuurlijk. Je kan ervoor zorgen dat Tiel natuurlijk mensen aantrekt. Hè. Dat heeft toch ook met een stukje recreatie te maken, noem maar op. Voorwaarden scheppend. Ja, ja. En in die zin is er nog genoeg te doen. Ik denk dat er nog heel veel te doen is. Dus dat is heel mooi voor Evert van IJzendoorn. Ja, zeker. Mooi voor ja, zeker. Ja. Hey, we nodigen je eind van het jaar nog eens een keer uit. Nou, om eens te kijken hoe het allemaal gaat en hoe het allemaal loopt. En wat jouw bevindingen zijn van die Tielse politiek. Lijkt me heel goed. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende maand weer, dan weer met veel politiek nieuws vanuit Tiel.